En leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. Ik ben eens heel benieuwd naar hoe sportief Breda is. Doet u aan sport? En zo ja, wat doet u dan? En bent u gestopt? En zo ja, waarom dan? Vraag op Straat vraagt het aan u. Toevallig een opleiding wel qua sporthogeschool en ik geef zelf danslessen. Maar ja, sport is wel leuk, ja. Is wel een groot onderdeel. Ik doe hockey. Ja, geweest. Ik heb jaren gevoetbald en toen ben ik ineens overgestapt naar volleybal. Toen heb ik nog 10 jaar in het eerste van ons dorp gestaan, op behoorlijk niveau. En toen nog 1 jaar of 10 getennist en nu ben ik wat ouder en ik heb een trombosebeen gehad, dus de gang is er een beetje uit. Dus vandaar dat ik nu eigenlijk niet meer sport. Het is soms hardlopen in de week, maar voor de rest houdt het wel op. Ik ben zeer sportief, vind ik zelf, want ik loop hard 3 keer in de week. Soms hardlopen, maar meer ook niet. Ik heb ook 1/2 jaar gekickbokst, maar dat vond ik niet zo leuk meer, dus ik ben gestopt. Ja, ik skieler heel vaak, ik tafeltennis, ik ren door het bos. En verderop heb ik een beroep waar ik eigenlijk de hele tijd aan het lopen ben, dus ik zit eigenlijk nooit op mijn stoel. Ik dans, ik doe musical en daarbij dansen we dus ook elke week. Ik heb vroeger veel atletiek gedaan, zwemmen gedaan. We hebben een zelfvoetbalvereniging gehad met vrienden. Op dit moment mountainbiken heel veel, dus ja, redelijk sportief wel. En train je daar dan 1, 2, 3 keer in de week voor? Ik train niet echt, ik ga gewoon zelf wanneer ik zin heb en dat is meestal inderdaad een paar keer per week. Leuk dat u weer keek naar een nieuwe Vraag op Straat. De vraag van vandaag, hoe sportief is Breda? Dus mijn vraag aan jullie is, hoe sportief ben jij? Vergeet niet onder het filmpje te reageren.